Zo, een hele goede morgen. Ik moest vanmorgen echt haasten, want ik was veel te laat. Ik had vannacht niet zo goed geslapen met Aras, want hij had koorts en hij had last van zijn tandjes. Dus daar zijn we eigenlijk de hele, of nou ja, de hele nacht mee bezig geweest. En toen had ik mijn wekker uitgezet vanmorgen om 7 uur. Met de intentie van, ik ga uit bed stappen. Toen ben ik weer in slaap gevallen. Dus weer om 7:45 wakker. Ik moest even haasten. Maar we zijn nog wel op tijd. 7:45 was ik op school. Alleen, we kwamen dus deze kant op. En het begon gewoon in één keer te regenen. Het heeft gewoon, niet echt een hele harde regen hoor. Maar gewoon druppels. Het druppelt nog steeds. En ik zie dat ik iets heel geks heb op mijn nek. Volgens mij is dat een muggenbult of zo. Ga ik straks even kijken. Want daar had ik nog geen... Oh, een leraar die denkt dat ik aan hem aan het filmen ben. Die ging heel hard zwaaien en die riep hallo. Dat was even grappig. Dus ik ga nu naar huis. En ik ga even brood halen. Want straks komt een vriendinnetje van mij. Die heeft hier een tijd geleden gewoond. En die woont nu weer terug in Nederland. En die woont nu weer terug in Nederland, dus die is nu op vakantie. Dus die komt zo meteen nog. En vanmiddag is het optreden van Boeze. Dus ik denk dat ik jullie ook wel een paar stukjes daarvan laat zien. Ik kan natuurlijk niet alles doen, want ja, ik kan niet alle andere kindjes ook op de film zetten. Dus ik ga even kijken hoe ik dat ga regelen. Oh. En ik ga nu maar eens even naar huis fietsen voordat ik helemaal nat word. Het begint weer harder te regenen namelijk. Zo, nou, we hebben even gegeten in Boeze. Ik heb mezelf even een beetje opgefrist. Even andere kleren aangetrokken, want ik ging vanmorgen natuurlijk snel de deur uit. We zijn nu eigenlijk aan het wachten totdat Boeze straks eindelijk haar jurk aan mag. Hè, schat? Ja. En wat moeten we dan met je haar doen? Ga eens vertellen. Waar ga je heen? Naar beneden. En wat is er beneden? De kapper. De kapper. En wat gaat de kapper met je haar doen? Of nee, wat moet die met je haar gaan doen? In een knot, hè? Ja. Ze moeten een knotje. Ze kwam helemaal thuis. Ja, alle meisjes moeten naar de kapper en die moeten een knot laten maken. En de jongetjes die mogen thuis hun haren doen, maar dan moet de mama heel mooi doen. Toch? Ja. Ja, dus we zijn nu even de tijd aan het doden. Nou ja, Boeze dan. Die is lekker aan het kleuren. Laat zien wat je aan het kleuren bent. Ze maakt een zeemermin. Kijk, oh wacht. Alleen deze was niet zo mooi, dus ze gaat weer opnieuw beginnen. Hè, schat? Ja. Dus ja, dat eigenlijk. Heb je er zin in om te dansen? Ja? Ja. Bijna. ik heb bezoek uit Nederland. Ja. Nico! Vind je het leuk hier? Ik vind het zeker leuk. Lekker. Zit er helaas bijna op. Ja, was het lekker weer? Was heerlijk. Fijne vakantie gehad. Zeker weten. Mis je het al hier? Nee. Soms. Soms. Zoontje is ook lekker aan het spelen met de autootjes. En wij gaan even eventjes gezellig verder kletsen. En dan zien jullie mij straks weer. Doei! Zo, we zijn even bij mijn schoonmoeder geweest, want Misa die is hier, die hadden ze opgehaald. Maar wij gaan nu alvast naar school lopen, want Boeze moet om 1 uur op school wezen.
Jeetje, ben ik niet zo belangrijk. Ja, weet ik ook niet waarom je op 1 uur school moet wezen. Maar gewoon op de normale tijd. En dan, ik denk dat ze dan alles rustig kunnen fixen en zo. Oh, voorzichtig. Dus ik ga alvast met Boes naar school. En dan komt de rest komt straks. Er komen ook wat tantes kijken. Kijk eens hoe mooi Boes eruit ziet. Wauw. Zo mooi, hè Boes? Boes is er helemaal klaar voor. Toch, schat? Hè? Toch, schat? Zo schattig. Zo, en wij zitten nu te wachten. Waarop, Lisa? Waar zit op te wachten? Naar Boesje. Ja, Boesje gaat straks dansen, hè? Ja. Heb je er zin in? Ja. Ja. Leuk, hè? Ik ben ook benieuwd wat ze gaat doen, hoor. Ik heb geen zin in. Nee, jij hebt nooit erg zin in. Hij heeft nooit erg zin in. Hij wil slapen altijd. Slapen vindt hij het leukste. Als je zegt, zullen we lekker gaan slapen, zegt hij, oh ja, leuk. Daar heb ik helemaal zin in. Ze hebben echt super mooi gedanst. Auw, Nisa, je trekt aan mijn haren. Kijk maar, mijn haren. En Aras die is ziek. Die heeft echt een hele hoge koorts van zijn tandjes. Heel zielig. Die voelt zich echt niet lekker. Dus we gaan zo lekker naar huis. En dan gaan we weer eten maken. En naar bed. Boes, kom even. Kom even. Vertel eventjes, hoe was het? Goed. Vond je het leuk? Ja. Ja? Ja. Ging het allemaal goed met dansen? Ja. Ja? Ja. En welk liedje vond je het leukste? Welk dansje? Het eerste dansje? Het tweede dansje. Ja, die ging echt super mooi. Echt, die hebben jullie echt goed gedaan. Zo, een hele goede avond. De meisjes hebben lekker gedoucht, hebben lekker gegeten. En ze hebben een pyjamaatje aan. Nee, meisjes. En ze gaan zo naar bed. En hoe vonden jullie het vandaag? Nisa, hoe vond je Boze dansen vandaag? Goed. Ja? Heeft ze het goed gedaan? Je vond het leuk, hè, schat? Ja. Ja. Nou, vonden jullie dit nou een leuke video? En duimpjes omhoog. Duimpjes omhoog. Abonneren op het kanaal. En dan zeggen we nu... Doei. Doei, slaap lekker. Tot morgen. Doei.